op naar een geweldig jaar. Oh! Hey. Oh. Doei liefje. Hij denkt, wat zijn dit voor typjes? Love you. Wow, dit is echt helemaal mijzelf. Iedereen die hem heeft gezien tot nu toe vindt hem ook echt heel mooi. Kijk hoe mooi. Ik heb het alleen niet onder de knie van Lana. Moet dan. Mijn vriendin! Hallo. Hi. Nou, dit huis heb ik gezien dat het op beeld kleiner lijkt. Ja, zo mooi! Oh, gelukkig. Dankjewel. Oeh. Zijn er mensen die konijn gaan opeten? Helaas. Cheers. Woehoe. Ik hou niet van te veel make-up. Dan denk ik, oh, word ik steeds beter mijn ogen opmaken of zo, maar dan vind ik het er too much. Kijk hoe leuk het hier is. Eten! Ja, eet spring! Ja, eet spring! Oh, ik heb het ook opschrijven. Maar ik ben echt geschrokken van hoeveel stof er in die filter zit. Het is gestoord. Dit is dus wat mijn moeder altijd bedoelde. Hoe kan dit? En nu gaat het leven weer echt beginnen. In mijn eentje. Goedemorgen van deze 31-jarige vrouw. Welkom bij een nieuwe weekvlog, jongens. Oh, en ik zag, we gaan ons even lekker klaarmaken. We hebben niet heel lang geslapen, want het is al heel gezellig. Het is mooi weer en we gaan lekker lunchen voor mijn verjaardag. Ik had iets aan mijn ex-schoonmoeder. Had ik gevraagd, ik vond het mijn schoonmoeder, om droogbloemen en die kon ze niet vinden. Dus toen heeft ze nepbloemen voor me uitgezocht. Want ik wilde heel graag in die vaas in de wc nog bloemen hebben. Dit is toch schattig? Ik zei van ja, zoek jullie het maar voor me uit. Mijn schoonvader ook. En dan ga ik dit eens in die vaas in de wc doen. Dat is toch helemaal leuk en vrolijk. Kom, dan neem ik jullie mee naar de wc. Roos lekker aan het douchen. Kijk hoor. Oh, deze vaas is misschien net niet stevig genoeg. Kijk. Zie je dat? Oeh. Het gaat net niet goed. Misschien kan ik die takken wat korter maken. Nou, voor nu laat ik het even zo. Maar dat is wel echt super schattig. En Ro woont dus in Amerika, dus ik had gevraagd of ze dit voor me wilde meenemen. En voor ik die samenwerking met Wild had, had ik dit dus al bij haar besteld. Dit was altijd mijn favoriete deo uit Amerika. Dus daar heb ik nu ook weer een voorraadje van. Dat had ze meegenomen in dit tasje met ook nog een echt super lief kaartje. Echt een kaartje uit Amerika. En ze heeft ook echt helemaal een kaartje in mijn smaak gedaan. Dat vind ik zo leuk. Zo lief. Heel grappig, want meestal krijg ik altijd van die kaartjes. We hebben een hele andere smaak, dus daar moesten we altijd om lachen. En nu is het echt helemaal zo... Charlotte-achtig kaartje, echt te cute. We zijn er lekker. En jullie zien dus op Instagram waar ik ben. Ga ik een hele leuke reel voor jullie maken. Maar we gaan aan de cocktails, we gaan helemaal genieten hier. En we zitten lekker aan het water. Roby. Ik wil even cheers. Zeggen. Cheers. Nogmaals van harte gefeliciteerd. In mijn hoofd ben je 28, maar je bent 31. No. En op naar een geweldig jaar. Proost. Love you. Ik kan niet terug cheersen met twee dingen in mijn hand. Ja, ik doe even cheers. Dus eindelijk weer in Nederland is ze helemaal blij met de chicken en waffles die op het menu staan. Ik ben in die zin dan wel Amerikaans geworden. Grappig, maar het is wel echt heel lekker. Oh, yummy. Kijk hoe leuk dit is met die thee. Die moet je hier zelf opgieten. Al voelde jij hem op voor de vlog? Nee joh. Weet je voor wat de vlog ik, hoef, ik maak niks had, wat ik doe uit. Op had namen zonder dame... Vrij gezellig feest? Nee, nou, je kan je hem even op filmen zetten. Hij staat nu op film, darling. Oh. Weet je dat zeker? Wij zitten nu al 4 uur of zo in de zon met alcohol. Helemaal te genieten. Wij gaan lekker slapen, Ro. Heerlijk. Nou, kijk, dat mag wel na vannacht. Maar kijk hoe handig dit vergiet. En dan wordt het helemaal icy door de ijsblokjes. Oh, wat lekker. Dit ruikt lekker. Dit is wel... Oh, ik ruik het helemaal hier. Het is heel lekker. Wat een handig kannetje. En ik heb een lekker rosé'tje. Meestal krijg je heel weinig altijd. Dit is heel veel. Het wordt meteen koud, hè? Waanzinnig. Lekker. Geniet ervan. Hallo. Het is nog warm. Dit is zo eng. Super creepy. Wat was het dan? Nee, grapje. Jongens, jullie moeten echt veel op Insta kijken. Het wordt echt leuk. Echt een leuke vriendinnenherinnering. Dit is mijn beste vriendin, hè? Al vanaf mijn 13e. Ik ben nu 28. Ja, bizar. SWM. Stay with me! Woehoe. Ja, kijk! Oh, schat! Doei, lieverd. Maar ik zie je nog, hè? Ja, gelukkig. Dag, zomer.
Oh. Hey. Oh. Doei, liefje. Hij denkt, wat zijn dit voor typjes? Love you. Doei. Oeh, pas op. Robby gaat weg. Ik ga ook weg. Ik ga nog even naar Gelderlandplein. Ik ga altijd nog wat doen. Ik ga nooit naar huis. Oh, elektrische auto. Luxe. Zie je snel, schat. Doei, liefje. Goeiedag, Robby. Ja, ach, schat. Lekker kontje. Doei. Week. Het was zo gezellig. Dat was heel leuk. Doei, liefie. Daar gaat Robby. Ze gaat er vandoor. Het was zo leuk. Gelukkig viert ze zaterdag nog een vriendinnendag. Dus dan met al de vriendinnen. Dus dan zie ik er ook nog. En dan heb ik de dag ervoor met Nicole ge... Wie schat die? Het was zo ontzettend leuk. Niet normaal. We hebben zo genoten. En ik denk dat ik echt een heel leuk Instagram filmpje heb. Dus die moeten jullie echt even gaan bekijken. Heel erg leuk. Wat een lekker weer. Nu ben ik helemaal blij. Nu heb ik helemaal zin om naar Haat toe te gaan. Dat heb ik altijd. Ik ga even mijn verjaardagsfoto's van gisteren plaatsen. En dan, het is al 5 uur. Dit was ons ontbijt, ons lunch. Ik hoef niet eens avond te eten. Het was echt heerlijk. Ik ben weer thuis. Ik voel me zo gelukkig. Ik voel me ineens helemaal... Dat 31 echt een heel goed jaar gaat worden. En ik voel me helemaal 31 en helemaal blij. En dat alles gewoon zo gaat lopen zoals het moet lopen. En heel blij gewoon. Met iedereen om me heen. En helemaal happy. En een man van de hoor belt net aan. Ik krijg hier ook een hoor. Dus top. Inmiddels is het echt een uur later. De hoor was niet voor mij, maar voor de buurvrouw. Mijn hoor komt later deze week. Hij maakt ze gewoon zelf. Echt leuk. Maar ik ging even de boord terugbrengen naar Jos. En de buurvrouw en ik was volgens mij 3 kwartier met de buurvrouw aan het kletsen. Zij is ook leerkracht. En ze heeft ook een geadopteerde bange kat. En dat was heel gezellig. Ik ben zo blij. Het is 7:30. Ik heb helemaal geen trek, want het eten was zo lekker. En ik moet natuurlijk ook nog even laten zien wat ik voor mijn verjaardag had. Maar dit was een lief kaartje van mijn schoonouders. Ik heb lekker cadeaukaarten gekregen. Dus van bol.com. Echt van die cadeaukaarten waar je echt wat aan hebt. TK Maxx. Hey. Dat is voor mij natuurlijk waanzinnig. En Lush. Hier. En er zaten ook 2 kleine testertjes bij van Honey and Wash the Kids. En Orange Shower Scrub. En dat had dus de neef van Hill gegeven. Dat vind ik echt wel zo leuk als mannen. Dan zo'n leuke cadeaukaart voor je scoren. En vooral had ik nog deze mini deo gekregen bij de dingen die ik had gevraagd aan haar. Van mijn bonusdochter dat ik deze ben. Ze zegt leuk voor in de klas. Dan kan je ook een beetje je lippen checken in de klas. Superleuk. En natuurlijk weer Peppa Pig grapjes gekregen. Dus die schattige 2 kindjes van de familie van Hilde zaten helemaal jaloers te kijken van ik wil dit hebben. Ik heb nu allemaal Peppa Pig potloden. Die ga ik denk ik ook in de klas zetten. En mijn bonusdochter had dit hele leuke plantje uitgezocht voor mijn huis. Dus zei ik echt van wow, dit is echt helemaal mijzelf. Superleuk. Een nep vet plantje. En ik kreeg nog deze krijtjes van haar. En toen zei ik, dit komt goed uit. Want ik ga met Nicole kaarsen versieren. En kaarsen versieren moet dus met krijtjes. Dus dat is ook top. En ze had ook nog deze chocola voor me uitgezocht. En ik had bij de TK Maxx Bon ook nog een lekkere balsamico glaze gekregen met rozemarijn smaak. En dan heb ik nog van een nicht en haar man van heel deze prachtige orchidee gehad. In echt een hele mooie kleur. Ze zei het ook leuk om op te hangen ofzo. Dus ik ga even kijken wat ik daarmee ga doen. Van H heb ik een super mooie armband gekregen. Misschien hadden jullie hem al gezien om mijn arm. Hij staat zo ontzettend mooi. Ik vind hem dus ook echt heel erg volwassen. En ik voel me helemaal 31 jaar hiermee. En ik vind hem echt prachtig staan. Mooi, hè? Echt beeldig. Iedereen die hem heeft gezien tot nu toe vindt hem ook echt heel mooi. Kijk hoe mooi. En dan had mijn schoonmoeder nog heel lief een grote pot gekocht voor op mijn balkon. En daar heeft ze zelf allemaal leuke biologische kruiden in gedaan. En dat was het. En het was echt waanzinnig, want ik hoefde niks te organiseren. Ha, had alles geregeld voor ons. En het was zo leuk. En dan ook nog met mijn beste vriendinnetje. En het was echt... top, gewoon. Ik ben heel blij. Kijk, deze pot is lekker met... Is het nou peterselie, denk ik? Bieslook. Ik moet hem goed verzorgen, zei ze. En basilicum. Lief, hè? Ja, mijn balkon moet ik echt nog wat van gaan maken. Hier hangt ook nog een plantje van mijn afscheid. Had ik toen ook van de nicht. Oh, die moet ik echt water geven. Hey, heel plant. Dat is grappig. Had ik helemaal niet gezien. Hey jongens, ik ben bijna in Zoetermeer. Ik ga vandaag mijn wenkbrauwen weer laten doen. Ze konden nog wel, maar ik merk na een half jaartje, over 10 dagen of zo, is een half jaar geleden, zijn ze toch wat waziger. Dat vind ik toch wel mooi om ze weer even bij te doen. Dus dat ga ik doen en daarna heb ik gezellig een bootdate of zo, of hoe je het ook wil noemen. Lekker varen met H en lekker eten, waar we wel vaker zijn geweest. Was zijn idee superleuk. Heel veel zin in. Dan ga ik daarna weer in de avond lekker naar huis. Oké, daar ben ik. Het is trouwens niet heel mooi vaarweer, maar dit zijn mijn wenkbrauwen. Dus je ziet, ze zijn best wel weer niet heel veel make-up. Zit er meer in, permanent make-up. Dus
Het kan, maar touch-up is wel even lekker. Maar niet schrikken straks. Nou, dat was lekker snel en super pretty en helemaal niet heftig. Echt zo fijn om gewoon een adresje te hebben waarvan je weet dat het goed wordt. Het is nu natuurlijk wat donkerder, maar het valt echt reuze mee. En nu ga ik even lekker een flesje wijn halen bij de Jumbo en dan lekker varen. Alrighty! Oh, gelukkig is het... Hey! Oh ja. Daarbinnen was het natuurlijk best wel koud. Dus ik dacht dat het heel koud was, maar het is hartstikke lekker warm buiten. Ik ben natuurlijk best wel zomers gekleed. Ik ga heel snel langs de Jumbo, want ik zou eigenlijk... Haal thuis in zijn koelkast lekker wat dingetjes klaargezet. Die zou ik dan eventjes gaan oppikken, maar het is al best wel laat. Het is nu 2:15 en we hebben om 3:00 die boot. En Haan moet uit zijn werk snel racen. Die werkt tot 2:45. Moet ik daarheen? Nee toch? Dus ik ga even snel dan bij de Jumbo wat halen. Vet zonde, ik heb thuis super veel lekkere wijntjes, heiwijntjes. Maar om nu dan langs huis te gaan, wordt het te veel gehaast. Dus ik ga even naar de Jumbo, dat is 4 minuutjes rijden. En dan rijd ik door nog 25 minuutjes en dan kunnen we lekker gaan varen. Ik moet al heel goed een hoed opdoen dat mijn wenkbrauwen niet in de zon komen. Dat is echt belangrijk. En vanaf dag 4 moet ik crème smeren en die crème moet ik niet kwijtraken. Helemaal blij. Ik word altijd helemaal moe als ik daar lig, want je ontspant helemaal. Dus mijn gezicht moet er echt even bij trekken. Als ik daar van dat bed af ga, zie ik er altijd uit alsof ik net wakker ben. Helemaal. Maar dat is eigenlijk zo ontzettend lekker. Oh, oké. Zo relaxed en ontspannen. Heerlijk. Lekker dagje zo. Oh, mijn matcha, want je mag geen cafeïne. Dus ik kan nu lekker mijn matcha drinken. Ik ben zo blij dat ik niet meer verslaafd ben aan koffie. Vroeger weet ik dat ik het echt lastig vond dat ik dan geen koffie kon drinken en zo. Nu, als ik om 3:00 middags mijn matcha pas neem, dan is het ook prima. Zoveel chiller. Oh, lekker weer is het. Heerlijk. Kijk, lekker jongens. Een zak met ijs. Lekker water. Flessie. Snackjes. Heb jij ooit deze gehad eigenlijk? Ik nog nooit. Nee. Maar volgens mij is dit gewoon eentje die er heel mooi uitziet. Niet per se bijzonder is, maar ik dacht ik ga een keer deze kiezen. Mannen kunnen toch niet twee dingen tegelijk? Jawel. Oh, ik heb met Ro. Iemand gaf een hele leuke tip op mijn Instagram. Ze zegt je moet al je kurken bewaren en er opschrijven de datum waar het van was. In plaats van het poppen. Maar ik vind het poppen zo leuk. Maar hoe leuk als ik nu dit bewaar? Wat denk jij? Ja, leuk idee. Ja? Dus niet wegschieten. Je bent vast weer heel mooi aan het filmen, hè? Ja, die zie ik lang niet. Oké, ik zet mijn camera wel hier. Mag niet vallen. Denk je dat dit kan? Nee. Ben je allemaal niet? Op een vlogcontent. Maar ik had wel mooi. Hoe kan dat? Ja, kom, we gaan hem halen. Jongens, ik was zo mijn camera aan het neerzetten. Popt hij uit zichzelf. Terwijl ik zei tegen haar, wil je alsjeblieft een foto maken? Nu gaan we de kurk halen. Hey. Wel, hè? Daar is hij. Oh my god. Je schrikt wel minder erg als hij zonder dat je het door hebt, Pop. Dat is grappig. We gaan de kurk halen. Ik had die met Ro ook moeten bewaren eigenlijk. Ja, pakken. Ja, ik ga hem pakken. Links, links. Hoe ga ik die ooit pakken? Snel. Lekker. Ja, ook echt super sfeer op het moment dat alarm van die boot. Geweldig. Dit is toch heerlijk jongens, het gaat regenen. Kijk nou. Ik hou sowieso echt van regen. Weer een lekker pornstartje, zelfs als gisteren. Tweede dag op rij. Oh, lekker. Toch is het wel lekker. En die premixjes, dat je gewoon weet wat je krijgt. Dat je gewoon weet dat je diezelfde smaak krijgt als gisteren. Als je die lekker vindt. Gewoon constant. Ja. Heerlijk. Ah, cool. Alsjeblieft. Dankjewel. Hey. Kan ik mijn jas aandoen en dan kan ik deze... Wat zijn dit voor dekens? Ik zal hem even weghalen. Ja, ons gaat hij sowieso van. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik vind hem heerlijk. Ik proef passievrucht, ik proef vanille, maar niet veel vodka. Maar dat vind ik juist lekker.
Ik vind het echt heel lekker. Ja, ik ben geen ander voor mij, is heel zoet. Zoet, hè? Maar wel lekker zoet. Dat is ook lekker. En bij sommige clubs vragen ze hier 15 euro voor. En hier 9. Yummy. Dat was weer een heerlijk dagje, heerlijk avondje. Nu weer lekker naar huis. Helemaal zin in. Helemaal zin om naar mijn huisje te gaan. Ha, weer richting Zoetermeer. En ik nog, maar 32 minuutjes rijden. Heerlijk. Lekker bij Vlietland. Bij Leiden, zeg maar. Een beetje... een kwartier voor Zoetermeer, dus dat scheelt zo erg op de route qua tijd. Ik ben zo thuis, joh. Lekker 9:15 thuis. Het is nog licht. Heerlijk, laat de zomer maar beginnen, jongens. Zalig. Lieve mensen, vandaag heb ik niks voor jullie gefilmd, want ik heb de hele dag gewerkt. Mijn vlog, dus die jullie vorige keer hebben gezien, is echt super veel beelden. Dus daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Het is nu, ik heb ook trouwens lekker in het zonnetje gezeten, hoor. 7:30 en ik dacht, is het te laat om te gaan sporten? Waarschijnlijk wel, maar ik ga toch. Het is zo dichtbij, dus ik ga even upper body doen. En er was ook nog een heel drama met mijn lens, want ik weet zeker dat ik met mijn ogen heb gedaan en ik was hem kwijt. En nu heb ik een nieuwe lens in gedaan, maar het voelt niet lekker. Dus ik ben echt bang dat hij er nog in zit, maar ik krijg hem niet te pakken. Dus ik ga even niet stressen en ik laat het eventjes. Dus ik denk dat hij dan op de grond ligt, maar ik zie hem niet. En zo zien mijn brows er nu uit. Het valt echt mee hoe nep het eruit ziet voor brows die nog niet genezen zijn. Het is wel heel chill altijd, want al die motivatie. Ik weet gewoon als ik terugkom, voel ik me zo goed. Dus dat is fijn aan sporten. Ja, het was weer lekker. Het was alleen binnen echt te heet met het trui. Want het is natuurlijk super heet vandaag. Maar lekker geschikt. Ja. Zo, lekker vlees, tomaten met burrata, rauwe knoflook, olijfolie, zoutpeper en heel veel basilicum. Dat vind ik lekker. En zo'n vers courgette soepje van de Albert Heijn, maar het smaakt echt niet lekker. Heel vies vind ik hem eigenlijk, maar ik ga hem wel opeten. Dat was echt traumatisch. Ik dacht, ik ga lekker die kruiden plukken in het donker, zo van mijn schoonmoeder. Die beesten zitten hier dus heel veel en ik weet niet wat het zijn. Ik ben helemaal misselijk. Ik wil mijn soep wel opeten. Omdat het alleen, hij heeft op de bovenkant gezeten. Ik heb zo een hele volle lepel gepakt met het beest erop en het zo van mijn balkon afgeschept. Ik wil me niet aanstellen en het opeten. Maar ik ben helemaal... Er zijn zoveel insecten hier, dat is wel echt heel erg balen. En ik heb mezelf gesneden, maar echt al een 30 minuten geleden en het is echt heftig. Bloed leeg, ik ga dood. Ik heb even best wel een goede docu gekeken. Deze, Hack Your Health. Ik moet zeggen, ik had verwacht en gehoopt dat er nog iets meer interessante dingen uit zouden komen die ik niet wist. Maar alsnog zeker wel een aanrader om te kijken. Good morning! Ik ben even lekker de vaatwasser aan het uitruimen. Nou jongens, het is super lekker weer. Het waait wel zo te zien. Ik ga het doen waarvan ik weet dat het goed voor me is. Namelijk beginnen met het sporten. Ik wil namelijk naar de IKEA om die ladekast terug te brengen. En nog 2 lades die ik niet meer in mijn kast ga zetten. En te kijken voor een tv-meubel. Kijk hoe chill die camera. Ik schud helemaal, het beeld blijft gewoon stil. Dit is zo'n goede investering geweest. Ik kocht hem voor Babbelhap, maar voor mijn vlogs is het ook waanzinnig. Ik neem als ontbijt lekker een eiwitshakeje. Ik neem als ik terugkom pas een matcha. Ik wil misschien ook nog na de IKEA langs het poort om bij de H&M die witte blazer terug te brengen. Want ik vind het toch niet zo mooi die zo open valt. Die docu van gisteren heeft me trouwens ook echt geïnspireerd. Het gaat dus over microben. En het is heel leuk geanimeerd eigenlijk. En ik vind de darm zelfs ook heel interessant. En zij zeggen het is ook gewoon je tweede brein eigenlijk. En ik geloof daar heel erg in. En ze zeggen dat je eigenlijk 30 soorten verschillende. Verschillende vind ik wel heel lastig. Maar groente of fruit moet eten. Dus dat betekent 30 gedeeld door 7. 7 × 14 = 8. Ja, ruim 4. Dat betekent 4 op een dag. Dus 2 groenten, 2 fruit. Dat is niet eens zo heel moeilijk. Maar ik eet altijd dan best wel enkelzijdig. Dus ik eet dan alleen maar komkommer en tomaat nu bijvoorbeeld. En blauwe bessen en aardbeien. Maar daar ga ik heel erg op letten, want dat zorgt ervoor dat je meer microben krijgt. En het is ook heel erg te weerleggen naar waarom, als dus ik eet hetzelfde als bijvoorbeeld jij. En ik kom er van aan en jij niet bijvoorbeeld. En dan zeggen ze dat is onzin, maar het is gewoon echt bewezen dat het ook echt te maken heeft met de microben die in jouw darmen zitten. Ik geloof er wel heel erg in. En ook met intoleranties, dat je niet tegen soja kan, niet tegen lactose, komt allemaal daardoor. Dan denk ik, ja, ik geloof er wel in. Dus ik ga heel erg letten
op nog gevarieerder eten. Dat wordt heel erg mijn doel. En ook nog meer, want ik dieet dus niet meer. Maar dit is voor je gezondheid. En nog meer natuurlijke producten. Wat ik dus heel lastig vind daarin is geen vlees kunnen eten. Dat maakt het heel erg moeilijk voor mij. Maar dus echt eventjes lekker nootjes. Maar natuurlijk niet te veel. Maar veel verschillende producten. Dus ik eet al gisteravond bijvoorbeeld toevallig ook soep. Maar vaak alleen maar een bord met tomaten. Ik wil eventjes wat veelzijdiger worden. Hier staat trouwens ondertussen mijn snackkast ook. Maar ik eet dit allemaal dus niet. Dat blijf ik ook zo gek vinden. Dit staat hier al heel lang, al die paaseitjes voor gasten. Ik hou er niet van. Maar ik hou wel echt van lekker, lekker, hartig goed eten. En daarin moet ik gewoon lekker variëren. Dus ik moet ook gewoon weer gaan koken met groentes. Want dat heb ik ook alweer best lang niet gedaan. En inderdaad lekker bonen en nootjes en gewoon goede vezels, goede stoffen. Ik moet even gevarieerder gaan eten weer. En ik weet sowieso dat ik goed bezig ben. Ik ga nu lekker weer sporten. Onderkant van mijn lichaam doen. En dan kleed ik me even om. Gewoon in de auto doe ik dat. En doe ik even zo'n jurkje aan. En dan lekker de IKEA. En dan zie ik jullie zo wel. Ik doe trouwens steeds iets in de nacht. Ik weet niet wat het is, maar mijn voet doet dan pijn. Dus ik klap me een soort van dubbel. Ik weet niet. En ik heb trouwens een Gymshark legging aan in een maatje kleiner. Die eigenlijk strak zit. Maar wat ik daar lekker aan vind, dus die zijn iets minder hoog. Dus het zit eigenlijk veel lekkerder. En wat zou ik nog meer zeggen? Oh, ik smeer dus nu weer steeds die Eucerin pigment serum op mijn gezicht. Maar ik heb het gevoel dat ik er witter door word. Dus dat is ook niet echt helemaal de bedoeling. Maar ik dacht dat doe ik maar over mijn hele gezicht. Ja. Als dit dan ook witter wordt, dan blijft dit in verhouding opvallen. Dus misschien moet ik het toch maar alleen op de vlekken doen. En ik heb een spiegel nodig voor mijn hele lichaam. Maar ik weet dat in juni komt die spiegel bij de Quantum. En die wil ik heel graag. Dus dan wil ik daar denk ik liever op wachten. Maar het is wel heel onhandig dat ik mezelf zo niet kan zien. Ik heb wel grote zwarte in de berg staan, maar die vind ik zo lelijk. Oké, ik ga. Lekker een appeltje voor de microben. Ik had alleen een eiwitshakeje op en nu een appeltje. Ik vond me helemaal lekker healthy. Ik heb super goed gesport. Ik ga even tanken. Oh, maar ik moest er daar af. Kan dat dan wel? Wow, druk bij de tank. Het is overal super rustig, maar hier super druk. Ik ben aan het zeggen, het is overal zo ontzettend rustig. Dus of iedereen ligt op het strand, of iedereen is aan het werk, maar... Meestal is het heel druk door de week. Ik voel me echt goed. Nou, ik heb mijn jurkje aangetrokken en het is inderdaad lekker rustig bij de IKEA. Troep. Het is heel erg te twijfelen, ik vind het niet heel mooi. Maar dan kan ik het wel nu meenemen. Bij de IKEA. Ik twijfel echt, want ik vind wit niet per se mooi. Maar er is van Besta niet echt een andere kleur, want zwart gaat niet. Ik vind het te zwart. Ja. Wel leuk dat ik nog iets moet doen qua IKEA klusdingetjes, toch? Ook voor jullie leuk. Heb ik zo net voor 300 euro afgerekend. Net betaald hoor ik zo. Vergeet niet je 10 euro kortingsvoucher te gebruiken bij besteding vanaf 100 euro. Denk ik, shit. Dus dacht ik, ja, dan ga ik het terugbrengen. En dan moet ik nu nog 8 mensen voor me wachten bij het terugbrengen. Om vervolgens alles terug te brengen en opnieuw te kopen. Ja, ik vind 10 euro is best veel geld. Je zou misschien denken, Charlotte spendt altijd veel. Dus dat vindt ze niet veel. Maar ik vind dat echt veel, 10 euro. Ik heb net in de koopjeshoek een kussen gekocht. Met 12 euro korting. Denk ik, ja, nou... Nu ik die 10 euro niet heb gebruikt, heb ik ook niet eens echt korting op dat kussen gehad eigenlijk. Maar ja, ik laat het maar los, want het is zonde om daar nu al je tijd aan te gaan besteden. Dat is het ook weer niet waard. Hier zijn mijn spullen. Ik moet alleen nog boodschappen doen en dan ga ik naar huis. Memories. Het is echt zo lang geleden dat ik bij de Aldi Kraaiennest ben geweest. Vroeger kwam ik hier heel vaak. Dat is echt perfect op de route. Heerlijk. Het is trouwens 5 uur. Echt zo'n werktijd.
Ik weet niet hoe ik al mijn spullen naar mijn huis ga tillen. Die trolley staat in de berging, die staat helemaal vol. Dus ik denk dat ik die even moet uitruimen. En dan eventjes twee keer op en neer moet met die trolley. Maar ik ben over 9 minuten al thuis, joh. Lekker dichtbij allemaal, heerlijk. Ik heb wel alles gedaan wat ik vandaag wilde doen. En hele lekkere, gezonde boodschappen gedaan. Dus dat is ook echt super fijn. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb een paar dingetjes gekocht. Wat ik al heel lang wil bij de TK Maxx, maar steeds niet doe. En nu heb ik het toch gedaan. Ze hebben daar dus waanzinnig servies voor buiten. Zeg maar binnen en buiten, maar wat niet kapot kan gaan. Ik dacht, ik moet toch even een setje. Dus dan 2,50 per glas vind ik echt meevallen voor super mooie glazen. Als ik dan een keer op de camping ben of ga picknicken of wat dan ook, of een feestje, dan heb ik een setje met 8 mooie glazen. En wat ik dus ook niet kon laten staan. Ik heb nog geen leuke cocktailglazen die een beetje lager zijn. Morgen komt Nicole. En toen zag ik deze mooie glazen. Wel 5 euro per stuk, best wel duur. Maar daar heb ik er 4 van gekocht. Ik ken dit merk verder niet. Deze vond ik gewoon te leuk. Kijk, dat is ook wel leuk. In plaats van alleen maar grote glazen. Ik moet alleen kijken waar ik dit ga neerzetten. Want natuurlijk heb ik nog geen ruimte, maar komt goed. En ik hoopte dat ik er hier nog eentje van zou vinden. Gelukt, want deze vind ik zo lekker. Deze staat dus in mijn badkamer. Maar die dingen zijn denk ik na een maand of zo al wel leeg. Dus die heb ik nog kunnen vinden. En hele leuke shot-achtige glaasjes die ik in paars, die ik ook heel erg schattig vond. Die had ze ook nog in blauw, maar ik dacht, nou ja, 4 paarse glaasjes. Dat was helemaal bij mijn servieskast. Ook van dat BKLIN zie ik nu. Ik ken dat merk helemaal niet. Dit zijn van die armbandjes die je ook prima zelf kan maken, maar ik zag ze bij de kinderafdeling. Ik vond ze te schattig. En dan heb ik nog 2 fotolijstjes. Ik heb heel veel leuke gezien, maar ik dacht, ja, ik heb er nog superveel liggen die nog niet hangen. Deze vond ik wel heel erg fancy. En deze ook. En ook een iets groter formaatje. Geweldig, hè? Niet normaal. Kocht ik nog 2 van die onder jurkbroekjes. En een te gekke oversized blazer voor 20 euro bij de H&M en de sale. Lekker groot. En nog een jurkje. Maar die zien jullie wel een keer als ik hem aan heb. Hij is heel groot. Het is een beetje wat ik vroeger ook altijd droeg. Maar ik dacht, dit is wel leuk met een riempje. Ik heb echt jurkjes nodig. Die was ook maar 20. Dus die ga ik in mijn kast hangen. En dit eventjes, ik ben alleen maar dingen aan het opruimen. Zo, mijn broertje komt zo naar me toe. Die is gisteren teruggekomen uit China. En is op de dans gekomen. Schattig, ik heb steeds meer dat ik het minder belangrijk vind om alleen te zijn, zeg maar. Dus dat is wel een goed teken. Ik heb ook wel momenten gehad dat ik echt dacht, nee, morgen dan Nicole. Vandaag had ik een avondje voor mezelf gepland. Zaterdag vriendendag, zondag zie ik heel waarschijnlijk, ik moet nu alleen zijn. Nu denk ik, kom maar hoor. Ik ga koken. En dan ga ik mijn meubel in elkaar zetten. Kom maar lekker langs, weet je wel. Ja, gezellig. Leuk om hem weer te zien en als verhalen te horen. Hij is gewoon 3 weken voor zijn werk in China geweest. Ik ben even courgette aan het bakken. Ik ga verse pasta eten. Ik zet het nog in de koelkast. Peer en gorgonzola. Dan doe ik er gewoon lekker wat groente bij. Jongens, ik ben druk bezig met mijn tv-meubel, maar ik ben het helemaal vergeten te filmen. Dus totaal uit mijn systeem. En het is bijna 23 graden bij mij binnen. Ik heb dus geen ramen open, omdat er zoveel muggen zijn. Dus ik hoop dat die hoor snel komt van hier. Maar ja, de muggen zitten gewoon klaar op de ramen. Als ik het nu opzet, is het echt drama. Ik dacht aan mij nog dat ik het zo weet, maar het is gewoon bijna 23 graden. Dus dat is wel een dingetje. Ik zit hier. Ik heb net de Bachelor gekeken. 1 Bachelor heeft al gekozen. Hoopte ik heel erg. Zo leuk. Ik denk echt dat ze nu nog samen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet gaat werken tussen die twee. Hoppa. Het vondje is zo hip. Het lijkt alsof het niet van de IKEA is. Maar de IKEA begint steeds vaker een beetje hippe dingetjes te bedenken. Leuk. Yes. Nou, ik ga zo wel een raam open doen, want ik ben helemaal benauwd. Ik had de gordijnen ook opengelaten vandaag overdag. Die slaat ook met de schroevendraaier als hij geen zin heeft om mijn haren te pakken. Ik heb net een beetje. Oh, mijn hamer ligt letterlijk. Ik was eigenlijk net mijn pluspen nog gaan, maar mijn hamer ligt letterlijk hier. Zien jullie eigenlijk iets wat ik doe? Nee, hè? Nou, gewet zo snel. Het is heel leuk. Ik weet niet of het nou door mijn licht komt dat het bijna een soort roze lijkt.
Het is echt een heel leuk kleurtje. Het is niet zomaar hout. Het grappige is, deze wilde ik. Maar er stond dat hij dus niet op voorraad was bij IKEA Amsterdam. Dus toen dacht ik, nou, ik ben toch in de IKEA om dingen terug te brengen. Ik ga toch maar even een kijkje nemen. En toen ging ik op zo'n IKEA computerscherm, zeg maar, bij het magazijn. Ging ik zoeken. Toen stond er dus gewoon nog 5 op voorraad. Dus dan klopt die voorraad op de site dus niet. Dus ik was helemaal blij. Ik twijfelde dus een beetje over wit. Of dat ik eiken moest doen. Maar ik ben denk ik wel blij dat ik voor wit ben gegaan. Want ineens eiken er tussendoor zou echt ook heel random zijn. Aangezien ik niks van hout heb. En dit is niet heel houterig. Het lijkt echt een hele aparte kleur. Volgens mij als ik deze lader erin zet ben ik klaar. Ik wil hem dan alleen het liefst nog ophangen. Maar eigenlijk kan het zo ook prima. Ja, ophangen vind ik mooi zwevend, maar blijkbaar moest ik daar nog iets bij kopen en dat wist ik niet. Dus dat heb ik niet. En ik vind het ook handig met stofzuigen. Ik heb het alleen niet onder de knie hoe de la nou moet, want ze zit er nog niet helemaal goed. En deze zit ook niet goed. In Zoetermeer hadden we volgens mij 4. Dus ik kon er echt heel veel spullen in kwijt en ik dacht hier had ook 3 gekund. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat ik 2 heb gedaan. Beter. Hij is bijna even groot als de televisie. Wie is dit? Is dit Baby Eilish? Ik krijg die laders niet goed. Ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Heel leuk wel. Echt leuk. Wauw, hij is echt perfect. Ik wil hem het liefst nog ophangen, maar hij is voor nu zo prima. Dit bevestigt voor mij alleen nog wel meer dat deze salontafel echt een beetje buiten de boot valt. Het is gewoon te groot. Dus het beste kan Hadi weer nemen. Dan kan hier gewoon een leuk, schattig salontafeltje, want het is niet mooi ermee. Oh my god, jongens, kijk hoe prachtig. Het lijkt gewoon geen IKEA. Het lijkt gewoon een soort design. Ik heb dit zo goed gekozen, ik ben echt trots. Geweldig. Hier liggen nu lekker mijn klusspulletjes in. Ga ik wat laatste elektronica spulletjes die ik nog moest uitruimen lekker in deze la doen. Alle stekkers zijn mooi weggewerkt. Mijn Sonos heb ik gisteren ook geïnstalleerd, dus die doet het nu ook weer. Die had ik nog uit Muiden. En die, ja, staat voor mij niet echt per se in de weg, maar ik denk dat de krabbel daar uiteindelijk komt en dat ik die dan eventjes wegzet. Want die gebruik ik dan in principe alleen als ik ga zingen. Want qua muziek is die genoeg. En als ik zeg, hey Sonos, play music. Oh my god, goals! Dit is fantastisch. Ik ben heel blij. En ja, het is wel krap met die tafel, maar het kan wel voor nu eigenlijk, toch? Match wel weer met de tv. Ja. Dit is leuk. Ik vind het meubel heel erg mooi. Gewoon bijna het mooiste van deze hele woonkamer. En dit vind ik ook heel mooi. Ja, ik vind hem geweldig. Misschien ook wel een tip als je wil klussen of ergens wandpanelen of zo wil plaatsen om gewoon die te kopen. Je hebt ze dus ook in de grotere maat. Dit is echt geweldig. De 35 wilden we zoiets het liefst ook bij de bar. Dit is echt waanzinnig. Dit was hier bijvoorbeeld tegenaan ook leuk geweest. Nicole wilde heel graag, ze wilde het eigenlijk niet want ze vindt het te duur. Maar ik had nog van mijn webshop hele mooie ringen van A La Collection. Dus ze mag er eentje uitzoeken. Ze mag kiezen uit een van deze 3 ringen. Ze wint het eigenlijk een te duur cadeau, maar het mag van mij. Because she is my friend en ik heb het toch nog van mijn webshop. En ik heb gewoon een paar kleine goodietjes erbij, anders vind ik het tasje zo leeg. En dan mag ze er dus één uitzoeken. En ik heb een leuk kaartje die ik bij de TK Maxx had gekocht. Ik vind het trouwens wel weer een teleurstelling als je dat zo'n kaart hebt en dan zit er gewoon zo'n blaadje in. Maar goed, hij is wel heel leuk, want de envelop is ook super leuk. En dan plak je hem dicht met zo'n sticker, dus I love it. Kijk dan, dit is toch leuk. Ze was in januari jarig, maar ze krijgt nu pas haar cadeau, want het zat in verhuisdozen. Kijk hoe schattig. En dan zo. Nou, cute toch? Heb ik dat lekker klaarstaan. Zo. Hier staat een kar met spullen die naar de berging gaan straks. En zo ziet het er hier nu uit. Ik heb dus hier de kunstbloemen van
Ik heb hier dus de kunstbloemen van mijn ex-schoonmoeder. Maar ik heb er dus ook een boeketje van de IKEA bij gedaan. Daardoor is hij lekker vol. Dat zijn die lichtere kleurtjes. En daardoor is het echt één leuk geheel geworden. En hier heb ik eigenlijk even alle dode droogbloemen verwijderd. Droogbloemen zijn natuurlijk al dood, maar echt dood. Dus het ziet er nu ook helemaal leuk uit. Het is wel heel druk, vind ik. Maar het is eigenlijk te druk. Ik vind het niet mooi, maar ik vind het wel gezellig. En ik vind het echt ook leuker dan op camera eigenlijk. En dit gaat dan dus weg. En ik vind het eigenlijk, iemand zei, vind je het niet te groot? Ja, de bedoeling was niet dat het kastje hier zou staan. Maar ik vind het eigenlijk heel mooi hier staan. En daar heb ik dus nu tulpen in gedaan. En verder is er niet echt wat veranderd. Ja, ik heb gewoon echt, elke verhuisdoos is nu weg. Dus dat is wel geweldig. Het ligt hier helemaal vol, maar alles ligt wel georganiseerd in bakken en zo. Alle verhuisdozen zijn weg. En ik wil straks even met Nicole die lamp ophangen. Daar heb ik extra hand voor nodig. En ik weet niet zo goed wat ik met die mand moet. Dus misschien... Oh ja, ik heb nu kookgerei erin liggen. Wat ik nog moet ophangen. En vandaag komt trouwens ook de hoes van mijn bed. Dus dat is ook fijn. En verder kan ik niet jullie echt wat nieuws laten zien. Nee, het is het. En ik ben gewoon echt ongelooflijk blij met de veemeubel. Hey, ik had trouwens al een weegschaal besteld. Super cool. Hij is paars en hij is goed. Het gewicht was chockerend. Dus ik ben blij dat ik mijn weegschaal heb. Want ik heb dat echt nodig om het een beetje bij te houden. Die kost 20 minuten eerder. Dus ik heb niet echt tijd om haar te doen of make-up. Ik heb een klein beetje een bruin op mijn gezicht. En gewoon een lekker random chill kleren die ook leuk zijn. En ik ga hem nu halen. We zijn toch de hele dag thuis. We zijn 24 uur thuis samen. Ik ga die kar naar de berging brengen. Geen tijd om het weg te gooien. En dan ga ik Nicole halen. Toen ik Ro ging halen zag er helemaal fab uit. Nu ben ik helemaal verrot. Mijn vriendin! Hallo. Hi. Wat is toch ik heb het een beetje opgeruimd. Hi. Hallo. Dat is grappig, maandag haal ik Ro, nu haal ik jou. Ja, ik zag het. Leuk. Zij kon er niet in. Nee, ik heb net de laatste dingen in de achterbak gegooid. Wat een ruimte. Ziet er fresh uit, hè? Hi. Ja. Fresh? Lekker. Ik heb mijn jogging outfit aan. Echt? Heerlijk. Ik ook op zich wel, hoor. Dat is ook wel echt een chilling outfit. Zo, is best wel makkelijk. Heb je het overleefd? Ja, toch? Ja. We sluiten allemaal heel goed op elkaar aan. Ja, en dit is echt super dicht bij mijn huis. Dat is ook echt heerlijk. Is dat jouw huis daar? Die toren? Nee, die nee, niet zo dichtbij. Oh. Ja, want er stond 20 minuten. Ik ga even lekker mijn been zitten. Oh. Ik voel me zo gemist. Zo, die car was echt... Ik ben echt slecht met mijn time management. 7 minuten, 14 minuten, 3 minuten, 6 minuten. Het is echt zo lastig. Ja, maar ik zei 3 minuten en dat klopt ook wel. Maar toen ging ik nog... Ik had al het afval weggegooid, maar toen ging ik nog even snel alle flessen zo naar achter gooien die daarheen liggen. Ik ben nog nooit hier geweest. Nee, hè? Ja, oh, je hebt wat natuurlijk... heb ik hier te zoeken? Oh, jij wilde ook een keer naar mijn ouders natuurlijk. Ja. Die wonen hier rechts. Hier ga ik niet opstaan. Hé, hey, we zijn wel in Amsterdam. Ja. Dit is Amsterdam, ja. Amsterdam. Ja, zie ik eigenlijk een vloghuis. Vloghuis. Het is sowieso kleiner dan op beeld, dat is het altijd. Nou, dat vind ik echt meevallen. Ja? Ja, ik vind je gang heel groot. Ja, mijn gang is echt groot, maar meestal kom je door mijn gang en denk je... Vier schoenen, dus even uit. Oh, dan denk je groot en dan kom je in mijn woonkamer en denk je klein, maar wel heel leuk. Ik ben ook benieuwd als mijn robotstofzuiger is, want dan wordt de vloer ook mooier. Wonderful. Ja, hoor dit. Hey Sonos, stop music. Is toch geweldig? Dat heb ik ook. Oh, ik heb het sinds gisteravond. Maar ik moest Google zeggen. Oh. Hey Google! Waarom ben jij zo bruin? Hey Sonos! Telt tot 1 miljoen? Nee, dat kan hij niet. Oh, dat kan aan mij wel. Nee, dit is gewoon alleen een muziekdingetje. Wauw, wee! Nee, het is groter. Nou, ik heb normaal lijken huizen altijd kleiner. In het echt, maar dit huis heb ik gezien dat het op beeld kleiner lijkt. Ja. Ja? Ja, oh, leuk. Omdat het heel moeilijk is om alles op beeld te krijgen, omdat het natuurlijk klein is. Dit is echt waanzinnig. Leuk, hè? Ja. Die heb ik gisteravond pas gekocht en in elkaar gezet, want ik wilde dat hij er ook stond als jij kwam. Ja. TV-meubel. Hij is leuk. Hij is van de IKEA, hij is echt lijkt wel een soort design. Ja, het is echt perfect. Yay. I love it. Ik wil eigenlijk iedereen's eerste reactie gewoon op vlog hebben, dat is leuk. Deze bak is ook echt perfect. Ja, toch? Alleen de salontafel is eigenlijk te groot. Is die uit Zoetermeer? Ja.
Het is net een beetje te krap daardoor. Maar het kan wel. Maar... Die poeven als ze op tafel en die dat erop. Ja? Weet het niet. Gisteren had ik hem weggezet, had ik die. Want die heb ik dus heel duur gekocht. En die gebruik ik dus niet. Super gevonden. Ja, staat hier niet leuk. Nee, staat heel lelijk. Maar die kan ook buiten, gelukkig. Nicoline en ik gaan deze lak doen. Jezus. Of all names. Oké, okay, ik draai, hè? Ja. Gaan we zo naar elkaar toe? Ja. Dat is echt super romantisch. Oh, jij hebt gewoon je schoenen nog aan. Ja. Als hij ooit komt vallen, moet hij alweer hebben. Oh. Oeh, waarom rij je zo hoog? Oh, sorry. Je kan niet zo hoog doen. Wil ik het doen? Nee, je hebt ook niet zo. Ja, zo hoog. Denk dat ik erop kan staan? Als ik val, ga ik echt gillen. Ja? Ik vind de hoogte kijken wel. Ook. Heb je dat? Ja. Het kan ook echt niet, natuurlijk. Nee, zit hier echt. Helaas. Helaas. Ik wil kijken of ik voor Nicole lekker een siroopje... Nou, ik heb... Gewoon die pumpkin spice, karamel zonder suiker en hazelnoot zonder suiker. Chai latte poeder. Dat was het al. Welke siroopjes had je? Ja, dag. Kijk maar de vlog. Deze. Pumpkin spice. En dan zonder suiker heb ik siroop, karamel en hazelnoot. Doe maar karamel. Oké. Okay. Wij willen graag het vrouwtje koppelen. En ze is er al 9 jaar. En nu zag ik... Een wow. Ik ben echt in shock. Als je dus een konijn wil adopteren... die met een ander konijn samengaat... moet je dus je konijn een week naar dat... Ja. asiel brengen. Sorry, maar dat vind ik best wel raar. Dat zou niemand toch doen? Dat zou ik ook niet doen. Misschien er werkt niet elke... Maar ik snap wel wat ze zegt. Want er zijn heel veel mensen die... Gadver, zit je weer die gras... Heerlijk. Wil je dit? Oké. Okay. Ja, ik snap het ook wel, maar als je konijn al 9 is, sorry. Ja, en dan denk ik, ja, die konijnen zitten al in het asiel, dus... En je konijn is net een partner verloren. Don't shop a dog. Ja, want Nicole, daarom film ik het even, want dat vind ik goed. Haar konijn is overleden en dat is echt heel erg. De konijnen moeten gewoon altijd samenleven. Ja, dus wil ze er een adopteren, maar dan vind ik het goed dat er een heel proces aan vooraf gaat, maar... ze moet ze er konijn... Sowieso zei ze van, ja, ik ga op vakantie, dus dan liever over een maand. Nou, dat kon wel niet. En dat vind ik dan, als je jouw verhaal hoort, denk je van, oh, ik krijg wel echt een heel goed thuis. Maar dan hebben ze heel erg strakke regels. Maar je hoort dat toch? Nou ja. Ja. Zijn er mensen die konijn gaan opeten? En dan liegen. Ja. Misschien. Maar dan moet ze dus er andere konijn die net een partner is verloren, moet je een week lang naar een asiel brengen om te kijken of het klikt. Ik vind dat ook heftig. Dan maak je het adopteren daarmee ook wel lastig. Maar ik snap wel dat het nodig is om... te weten of het matcht. Lastig zeg. Nicole was mijn cadeautje vergeten. Gaat ze helemaal op het station? Gaat ze een ander cadeau kopen? Ja, maar ik haat het om met lege handen aan te komen. Oh, ik vind het wel leuk. Ik hou echt van cadeautjes. Maar ik weet niet of je het al hebt. Of dat je het leuk vindt. Misschien is het een kaasmes. Het voelt als een kaasmes. Heb je dat? Ja, maar dat heb ik altijd nodig. Op de bolplank. Nou, ik dacht, we hebben een bolplank. Het zou wel heel leuk toepasselijk zijn. Ik ben gek op Sissy Boy, hè? Echt mijn eigen even lievelingswinkel. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik heb deze. Oh, wel. Maar ik ben oprecht super blij dat ik er nog een heb. Dit is mijn favoriete mes. Toen ik hem had gekocht, dacht ik, oh. Kijk, ik herken het nog ergens. Ja, want dit is mijn enige echte mooie kaasmes. Maar dat is juist toch heel leuk en dan heb ik er twee. Ja? Oké. Okay. Ja. Vind ik heel lief. Kijk. Waar is je nou? Ik heb 100.000 lepels in mijn handen gehad, maar jij wil altijd van alles vier. Ja, kijk! Maar deze is verkleurd, want je moet ze dus niet in de vaatwasser doen. Terwijl, ik vind die juist mooier. Deze? Ja? Nou, ik vind dit ook mooi. Dit is maar echt letterlijk mijn go-to mes. Als ik zeg maar één mesje neerleg, is het deze. Kijk het verschil. Hetzelfde. Het laagje gaat eraf, dat is altijd bij Sissy Boy. Zo grappig. Kijk, maar kwaliteit, deze was ook messing, helemaal goud geworden. Ook Sissy Boy. Maar dat is op zich wel fijn, niet dat het weer zilver wordt. Ik heb toevallig, bij de TK Maxx zag ik deze mesje. Dat is omdat ik dus niet genoeg kaasmes had.
Oh, wat leuk. Maar die zijn minder handig dan die. Dus ik heb het eigenlijk juist nodig. Daar ben ik heel blij mee. En de rest is gewoon een beetje opvulling hoor. Wat een leuke kaart. Ja, vind ik het leuk. Ik moet wel een leuke kaartjes hebben. Maar dat vond dus weer een teleurstelling, dat er wel een papiertje in de kaart zat. Hoezo? Ja, vond ik wel. Vind ik wel een leuk effect. Oh. Moet ik het voorlezen? Nee hoor. Oké. Ik ook niet doen. Maar vet leuk envelopje en zo, ik hou ervan. Ja, hij is echt mooi. Zat die sticker er ook bij? Ja, die zit er ook bij. Ja. Oei joh. Maar ik hoop dus dat er één ring bij zit die je mooi vindt. Want anders moet je iets anders uitzoeken. Oh, dat is vet handig. Hier ben ik echt blij mee. Ja? Ja. Ik dacht, je houdt wel van mijn cupjes en zo. Ja. Heel mooi. Deze heeft mooie shimmers, denk ik. Rebecca, Edo, marsjepan. Lekker. Ja, dat is echt een vulling hoor. Ja, maar dat is toch leuk? Ja, ik knalt dat je een tasje een beetje moet opvullen. Het is ook een heel leuk tasje. Ja, heel leuk. Mag die ook hebben? Ja, tuurlijk. Oh, lekker. Jij houdt toch van koken? Mm-hmm. Ik heb nu die... Oh, ik ga het zo laten roken. Ik ben verslaafd. Niet iedereen houdt van kokos. Heerlijk. Ik hoop zo dat er een bij zit. Anders moet je het eerlijk zeggen. Deze had jij om, hè? Nee, ik heb hem ook. Met een bruin steentje. Ja, deze heb ik. En deze wilde ik heel graag. Ja? Ja. Deze vind ik waanzinnig. Oh, top. Want ik vind je roze leuk? Ja? Dacht ik al. Want ik heb er een met een soort bruinig steentje erin. Hoe heb ik deze nou? Ik weet niet meer welke je hebt. Nou ja, deze is hetzelfde. Ja, ik wilde deze heel graag. Ja? Zo mooi! Ah, gelukkig. Dankjewel. Ja. Ik wist niet meer welke je nou wilde. Dat zakje is ook van Anna. Oh, dank je. Mag je ook hebben? Oh, ik ben hier zo blij mee. Nicole heeft de bloem gekozen. Had je dat verwacht? Nee, ik wist het echt niet. Maar jij hebt ook toch dat je ze zelf moet verstellen. Ja, dat had jij ook. Ik dacht dat er dus hele mooie bloemen voor mij werden bezorgd. Maar ze zijn voor de buurman. Maar als iemand mij ooit bloemen wil geven, dit vind ik een heel mooi boeket. Dat is toch prachtig? Vind jij dit ook mooi? Ja, maar ik ben alleen allergisch voor lelies. Uh-oh. Nee, ze zijn nog niet open. Ze zijn nog niet open. Nee, ze zijn nog niet open getopt. Ik hoop dat hij heel laat thuis is. Dan kan ik er nog even van genieten. Zoals de vaas. Ja, best leuk zo'n vaas van papier. Ja. Als je hem verft in je eigen kleuren. Echt leuk. Ik moet even mijn tampon verversen, denk ik. Oh, thanks. Nou, ik wacht nog heel even. Okay, wij zijn lekker aan het kletsen. De gordijnen zijn al klaar om film te kijken. Het is 3:05. We zijn helemaal gezetteld. Heerlijk. We willen eigenlijk ook al lekker borrelen. Ja. Zullen we anders eerst snijden, want dan hoeven we niet meer te bewegen. Ja, kan. Meestal borrel je om 6:30, maar ik vind het goed. Nee. Wij doen het andersom. Tijd is maar een getal. Ik moet even een plekje vinden waar we dan leuk zo'n soort babbelhapje kunnen opnemen. Met een borrelplank. Ja, dit vind ik wel leuk. Ja, ik ben klaar. Waarom staat het niet op jouw kalender? Omdat ik het niet bijhoud. Wil jij het mijn kalender invullen? Ja. Oké, okay, dank je. Oh, ziens. Ik heb het niet meer af. Niet. Altijd jaren. Dat is best grappig. Gaan we dit gewoon al een hele plank maken gewoon? Ja. Gaat het serieus niet meer af? Ah, top. Enig. Enig. Hou je van zalm? Jezus, heb je wel schimmelkaas? Ja, het vindt hè? Ja, ik hou van zalm. Kijk, dit is mijn juf. Oh. Hebben we elkaar nou het eerst ontmoet met de watermeloenwijn? Ja. Oké, okay, dan heb ik het goed onthouden. Met de snoepjes erin. Oh ja. Toen kwam jij toch steeds dit kopen? Ja, ik kwam niet. We hebben echt goed aan jou verdiend toen. Ja. Oh. Kijk nou jongens. Dit is echt een herinnering van ons. Ja. Oh, die hadden we ook op de foto moeten hebben. Hier. Waar ben jij? Hier. Oh ja. Cheers. Oké, ik denk dat het ziek lekker is. Ja, dat is lekker. Oh, dit is lekker. Zo lekker chemisch ook. Heerlijk. Heerlijk. Oké, we gaan... Jij ja, tuurlijk. Ja, of 4 andere dingen. Er komt heel veel. Wat vertelde ik? Het is in ieder geval mijn Wehkamp blazerjurkje.
Nou, we hebben wel bijna in 6 uur of zo 1 film gekeken. Ik ben trots op ons. Ik ben misselijk. Waarom wordt hij nou niet scherp? Ja, die ja, ja, ja. We zijn al best ver en ik heb nog even ons tweede cocktailtje. Dit is, wordt scherp. Hm? Wordt scherp. Heb je helemaal... Oh. Ik heb mijn nagels eraf gepulkt, vet zonde. Eww, mijn hand ziet er nu echt eng uit. Het is gewoon... Passoa? Ja, passoa heet het met vanille vodka en Cool Best mango. Nou, het ziet er toch helemaal leuk uit in mijn nieuwe glaasjes. Cheers. Je hebt de achtergrond lekker. Oh, wat ziet mij er lekker uit. Such a beautiful night. It's in my heart, I know what this is. Sing for me, Paolo. Wat erg. This is what dreams are made. Oh, ik moet huilen. Dat is zo leuk. This is what dreams are made of. Waarom huil jij niet? Hallo? Gewoon. Dit is toch geweldig om weer te zien? Nee. Ik wilde alleen dit stukje zien. Ik wilde deze niet zien. Maar we gaan hem toch lekker opnieuw kijken. Ja. Jongens, deze sleepover ging zo snel. We zijn alweer aan het opruimen. Ik had deze slofjes gisteravond bij Weekamp gezien. Omdat Nicole's konijn is overleden. En ik had ze besteld en ze werden vanochtend vroeg al bezorgd. Zo leuk. Dus ik had ze hier zo bij de deur gezet. En toen zei ze van, hè? Dat is vet cute. Als memory. Het is hier lekker een zooitje. Lekker een beetje even opruimen. We zijn lekker koffietje aan het drinken en zo. Nou, ik een matcha. Mijn Nicole is weg en mijn onderhoes is er, jongens. Ja, ik heb jullie nu op mijn handtas gezet. Het is heel moeilijk om hier te filmen. Maar we hebben de hoes er even omheen gedaan. En ik heb net het hoofdbord erop geklikt. Yes, dus nu is het bed helemaal af. Echt top. Hoe ga ik nou weer een timelapse maken hier? En nu zit hij lekker stabiel, omdat hij ook aan het hoofdbord zit. Maar dit is echt het beste bed dat ik ooit in mijn leven heb gehad. Echt hoor. Zo lekker. Nou, de goede kant. Bruno logo. Ja. Wat een mooi bed, zeg. Hoppa. Lekker gevoel dat het dan ook af is. Zo chill. Lekker mijn onderlaak alweer gewassen. Ga ik straks even lekker het bed opmaken. Helemaal nieuw. Woehoe! Yeah! Top jongens! Super mooi. Clean en fresh. Helemaal top. Dit is mijn favoriete dekbed. Van vroeger van de Hema. Die bestaat niet meer. Ik had mooie groene nieuwe gekocht. Maar... ik had dit gewassen, maar het ruikt nu een beetje muffig. Als je het in de droger doet, gaat het helemaal kreukelen. Zit er op een droger ook een stand die de kreukels eruit haalt? Als moet ik dit nu gaan strijken? Of ik moet hem nog een keer wassen? Kan. Kijk, het grappige Nicole is ook al dat muis het echt groter lijkt dan op beeld. Hé, mijn gordijn is daar eruit. Kijk hoe mooi. Is toch top? Echt heel blij mee. Het slaapt geweldig. Dit hebben we er dus even omheen gedaan, die onderkant. Oké, Nicole is weg. Ik ga mijn nagels doen. Ik heb mijn... dippowder eraf gepeuterd gisteren. Ik ga weer nieuwe dippowder doen, maar ik ga dat dus nu filmen. Maar ik ga jullie volgende week toch laten zien hoe ik dat doe. En ik ga ondertussen lekker hier nu Maxima kijken. Het was zo chill met Nicole. Ik heb volgens mij nog nooit gelogeerd dat ik het zo chill vond. Ik moet mezelf echt gaan opfrissen, maar ik heb nog 2,5 uur, slash 3 uur. Ik ga mijn nageltjes doen, Maxima kijken. En dan heb ik straks een vriendinnendagfeestje van Ro, mijn vriendin uit Amerika dus. Ja, ik heb een hele dure aankoop gedaan, maar ik heb een robotstofzuiger, maar echt een hele goeie. Eigenlijk moet ik dat niet nu gaan doen. Ik heb ook al mijn nagels gedaan, ik wil eigenlijk over 1 uur weg, maar ik kan ook over 2 uur weg. Maar hij stelt niet scherp. Maar ik ga toch even kijken. Het lijkt alsof ik in een wasserette ben als ik hier zit. Reserve space van liefst 80. Centimeter in hoogte. Oh. Kijk, ik kan ook naar voren halen. Ik weet niet hoe vaak je dit moet verversen. Wat is clean water tank? Oh, deze. Hier zit een stofzuigerzak in. Huh?
Oh my god, hij gaat nu voor het eerst aan. Als het goed is, gaat hij zelf al meteen nu naar zijn huis. Oh, nu is het al klaar. Dit was het. Nou, dit is waanzinnig. Dan heb ik hier dus alleen nog een extra stofzuigerzak of zo. Dat heb ik nog niet gelezen hoe dat moet. Ja, ga ik dit nog even doen? Dan kan hij vast een map maken en dan kan het straks lekker schoonmaken hier. Oké, ik ga. Maak nog even op in noten. Ik ben wel laat, maar goed, bewust laat. Het is gewoon een vriendinnenfeestje, maar ik neem mijn flesje bij me en dat vind ik wel altijd zo netjes. En ik heb een heel mooi bedeltje met een ster, omdat ik haar gewoon een ster vind die al haar licht op iedereen laat schijnen. Dat vind ik echt. En ik dacht, Nicole en ik hebben geen armbandjes gemaakt, dus ik neem lekker dit mee. Dan kunnen we allemaal vriendinnenbandjes of whatever maken, helemaal leuk. Ja, ik vind het toch dan altijd leuk om wat mee te nemen. Dus nog even in de auto make-upie. En dan ben ik ready. Make-up check. Ik ben altijd bang dat ik te veel make-up op heb gedaan. Ik hou niet van te veel make-up. Dan denk ik, oh, word ik steeds beter mijn ogen opmaken of zo. Maar dan vind ik het weer too much. Maar goed, het zal wel. Tim? Nee, het hoeft echt niet. Oké, okay, dan vermijd ik jou. Oké, dank je. As usual. Zo, dat je laag gelijk erbij ziet. Nee, dit is perfect zo. In de zon. En dan... Wil je lens altijd schoonmaken? Oh, excuus. Oh, excuus. Die is een vettige... Kom maar weer. En voor de nieuwe erbij. Ja, heb je dat brouw? Nee, ik wou zoiets hebben. Ja? Kijk, hier. We hebben ook een paar daar. Oh, het is hier kapot leuk. We hebben hier het water. Bro, we kunnen toch ook zeggen, we gaan hier met z'n allen lekker. Ja, dit is wel waar. Dit is wel lekker. Hoe leuk om hier op het terras te zitten. Nee, maar dit hier aan het water zo. Ja, dat is super. Jongens. Willen we hier zitten of in het park? Heb jij het koud? Ja. Ik heb een jas in mijn auto. Stil. Dat is daar aan de overkant. Kijk hoe leuk. Kijk hoe leuk het hier is. Zaandam is heel schattig. Meer dan letterlijk. Ik zeg volgens mij is die vrouw. En dan heb je ineens iemand naast je koelbox staan. En dan is de kring zo. Behoud de cirkel. Dus dan is het. Ja, wat is dit? Eten met poep. Het is denk ik cacao van de cacao. Nee, dat rook ik net. Ja, Ro, vertel jij het even. Wat erin zit. Ja? Ja. Oké, ronde 1. Iemand gaat timen, want we hebben een mobiel nodig. Ik wil van vooraf even zeggen, als de concurrentie gaat niet bij nul roepen stop, dat doet de telefoon zelf. Oh, ja? Okay. Want bij de telefoon gaat op nul en dan komt het geluid. Okay. Anders hebben we discussie stop en dan pas komt het geluid. Dan gaan mensen gillen. Nee, je moet... Doen we gewoon een split. Dit is een team, dit is een team. Maar ik hoor bij de anders is het... Jullie zijn een team. Team. En ik ben bij. Anders is het stom, want als je maar met eentje aan het raden bent, dat slaat nergens. Ja, ik wil ook. Dus nu mag jij als laatste, denk ik. Want dan ben jij wel gelijk gebleven. Ja, je hebt gelijk. Ja. Jij bent het geadopteerde. Dan, mag jij beginnen? Ik? Ja, dus nu is het ons team. Woehoe! Daarna is het jullie team. Het is een merk dat je gebruikt voor je haar. Oh, ja. Je stopt er spullen in. Koffers. Nee. Handtas. Je kan het ook op slot draaien. Kluis. Ja, ik weet het. Is dat tas, kist, kist. Ja. Voor piraten, kist. Een pretpark. Walibi. Ja. Oh. Ik kan het niet lezen. Ik kan dit niet lezen, Siri. Nee, nee, het mag niet opnieuw. Oh, je moet het lezen. Kom op, je kan het. Huh? Lees het. Nee, je mag niet. Oh! Nee, maar nee. Oh. Wie schrijft er veel leden? Je mag nooit een kaartje terugstoppen. Oh. Goed gedaan, dit is perfect. Nee, ik heb niet gezegd. Oké. 2, 1, start. Heel nerveus. Als je zwanger bent, je krijgt een kind. Bevallen. Ja, en dan het werkelijk. Ja, je had hem al. Goed zo. Van een snoepketting. En dan hebben ze soms zo'n sexy, zo'n vrouwelijk sekspakje. String. String. Een string die je kan. String, string. Je kan een string. Dragen. Eten. Ja, eet string. Ja, eet. String oh, eten. Dus, ik zei eet. Dus dat eet. Mag dan niet meer. Eet goed. Ja, eetbare. Wat je uit de tuin wil weghalen, want het is onkruid. Ja, 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 ja. Ik weet niet wat het is. Je kan het. Je mag niet uitbeelden, hè? Nee, nee. Kak. Deze weet ik niet. Tijd is om, hè? Nee. Nee, 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 nee
Ja. Dat moet ik hier dan in mijn zakje. Dan moet hij weer terug, dus je moet gewoon weer rommelen. Oh. Ja. En dan hopen dat iemand die geschreven is. En in het vervolg mag je dus niet, want ik raadde die niet. En toen zei je het. Dus nu weet het tegen. Welke? De eetstringst. Maar was hij niet gewoon goed? Nee, ik zei eetstring. Dus dat telt niet. Nee, dat telt niet. Oh, het kan. Volledig. Maar jij zei dat je eet zei. En jij zei eet. Niet. Nee, ik zei het. Jij zei het. Je kan het, toen zei ik eten, eet. Maar mag je dan wel zeggen ja, eet? Ja. Oh. Dan mag je zeggen ja, eet. Dus nu hebben we maar 2 punten. Ja, maar dit is goed. Je hebt wat moet ik hiermee doen? Die houden we. Want op het eind gaan we tellen. Jongens, het is echt zo'n spannend spel. Ik ben helemaal aan het shaken in mijn maag. Oh, ik vind dat joh. Nee, die is voor jou. Nee, die is voor mij. Je bent gewoon als de dood dat je een briefje krijgt die je niet weet. Ja, dan is die voor. Weet je wat ik had? Deze is voor mij. Oké, top. Zeg maar, je mag beginnen. Ja, je mag beginnen. Ja? Ja, oh wacht. SP, tel af. Ik kijk zo. Zeg maar. Mag je nu mag je nu tegen elkaar zeggen wat het woord was? Nee. Mag niks zeggen. Oké. Okay. Drie. Andere iets wat je kan doen, maar in deze. Kort geding! Ja! Wow, knap! Ik had dat nooit verwacht. Weet je niet wat een kort geding is? Ja, dat weet ik wel. Je gebruikt om jezelf te helpen. Ik weet het. Scheren. Een die heb ik opgeschreven. Raden vind ik leuk. Wacht. 3, 2, 1. Zo. Ik heb een hoofd. Oké, het is een. Niet Mars, Pluto, maar. Venus! Nee, waar we Jupiter! Aarde! Maar dat is dan allemaal. Planeet Aarde? Nee, Aarde. Wereld? Nee, iemand heeft dan. Nee, het is. World! Ja, het is aars. Ja, aars. Aars. Nee, aars. Oké, als je de televisie aandoet, doe je dat met een afstandsbediening. Tijd. Eindelijk. Tijd. Ja, dat is het woord. We waren vet lang bezig met aars. Aars? Ja, aars. Als je bijna gaat trouwen, dan geef geloofd. Ja, maar wat geef je iemand dan? Verandering. Je geeft Het is iets waar je op zuigt. Roos dan... is bij ons. Roos is bij jullie. Oh, ja, Roos is bij ons. Oh ja, ja. Raar. We hebben wel wat woordjes nodig. Oké. Okay. Kom op. Huh? Ja, we gaan ervoor. Ik ben... Een meisje. Een vrouw. Robin. Ja, en wat nog meer? Achternaam erbij. Valentina. Ja, helemaal. Valentina. Ik ben ook opschrijven. We vieren het op 5 december. Sinterklaas. Het is wat je doet bovenop je huis. En dan de kleine vierkant. Daktegel. Ja. Het is heel lekker op je brood. Het is bruin. Pindakaas. Ja. Wie heeft daktegel opgeschreven? Ik. Je eet het heel slordig, anderen splitten het, je kan... Bossenwolk! Nee! Het is slotjes! Topoes! Ja. Je kan het, ik heb geloof in je. Mijn hart gaat zo, hè? Kom op, schat, go! Een machine waar je kleding in doet. Wasmachine. Maar dan daarna kan het... Droger! Ja, en dan... Droogmachine! Droog... Dat eerste woord wat je zei? Wasdroger! Ja, top. Dat bruin op je boterham? Kalfje pindakaas! Hey! Wat heel veel, wat je gaat eten, zo sexy in je mond. Lollipop! Dat is wel een drankje, maar er moet ook een naam achter. Matcha boom! Nee, als je het gaat bestellen, dan noem je het een... Ah! Nee, je zo! Wat is dat zo? Niet zeggen! Ik weet niet wat het is. Lollipop! Heb jij nooit van opgeschreven? Ja, lollipop! Heb ik eindelijk een keer mijn eigen woord? Is die super moeilijk. Dit was zo gezellig. Ik had niet verwacht dat ik het zo laat zou gaan maken. Maar ik dacht, weet je, leef gewoon in het moment. Ik had nog wel langer kunnen blijven, maar dan werd het echt te laat. Ook voor het ritme. Ik bedoel, ik moet morgenavond gewoon heel vroeg weer naar bed. Het was zo leuk. Ik heb nog even de vriendin van Ro naar huis gebracht. Die woont dan in Amsterdam Zuidoost. Dat was niet heel erg ver omrijden. En het was heel gezellig met haar ook in de auto. Wow, nu heb ik mijn haar echt heel raar. Ik had het dus niet gewassen, maar gewoon nat gemaakt en gekruld. Het zat heel mooi, maar toen heb ik het even in een knot gedaan. Ik wou de weekvlog afsluiten, maar dat moet morgen pas. Ik had trouwens, ik weet niet of jullie dat zien,
Ik denk niet dat jullie het gaan zien, maar ik had een experiment gedaan. Ik had een laagje zwarte mascara met erover twee laagjes bruin. En hier ook bruin. En dat schijnt heel mooi te zijn, ook voor blauwe ogen. Volgens mij was het wel mooi, maar je ziet het nu niet. Dus, maar dat ga ik vaker proberen. Dat was een tip die ik zag op Insta. Nou, ik ga lekker mijn bed opmaken, want ik had niet verwacht dat ik zo laat thuis schijn. Dus dat zit in de droger. Oh, er zit ook nog een was in. Ik was helemaal lekker aan het wassen. Ja, de bedoeling is niet om het in de droger te blijven doen hoor, want het is super slecht. Ik wil wel mijn bedden goed en zo blijven doen met de droger. Ook om niet dat het nog nat is. Want het is in die deken gegaan, weet je wel? Het is in de binnenkant gaan zitten. Het voelt... Ik weet het niet. Maar ik ben echt geschrokken van hoeveel stof er in die filter zit. Het is gestoord. Dit is dus wat mijn moeder altijd bedoelde. Dat doe je kleren niet in de droger. Maar voor beddengoed en zo en handdoeken en ondergoed vind ik het wel een uitkomst. Maar ik moet echt even een droogrekje gaan kopen. Ik wilde dus heel graag iets in het plafond hangen, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Wat hierin zit is volgens mij nog nat, dus ik hoop dat dat niet iets wat ik nodig heb. Dat is zo irritant. Heeft iemand daar een tip tegen dat het helemaal hierin gaat? Blijkbaar ook een... We hadden zo'n leuk spel gedaan. We hadden 30 seconds gedaan. Mijn haar. We hadden 30 seconds gedaan dat je dus allemaal vijf... Oh, top. Handdoeken. Dat maakt niet uit. Oh, mijn badjas. Die is nog nat. Vijf woorden moest opschrijven. Gewoon die je zelf wilde. En dan gingen we niet niemand had zin in hele moeilijke landen en oorlogsdingen. En dan gingen we in teams. Maar we waren dus maar met z'n vijven. We waren echt met... Nou, niet alle beste vrienden waren er, maar gewoon een select groepje. En dan ging Roos steeds bij beide teams. Dus die zat bij allebei. Dus dan 2-2 en dan rode steeds bij. En dan moest je dus in de eerste ronde het zeggen zonder het echt te zeggen. En dan de tweede ronde weer dezelfde woorden. Moest je het gaan uitbeelden. Dus bijvoorbeeld hadden we een tompoes of zo. En de derde ronde mocht je maar één woord zeggen. Die ronde ging eigenlijk het best, want dan ken je de woorden al. Dus bijvoorbeeld groen. Matcha latte, weet je wel zo. Maar je kon ook je eigen woorden krijgen. En het grappige is dat ik vond dan de woorden die ik zelf had opgeschreven juist moeilijk om uit te beelden bijvoorbeeld. Maar het was zo'n leuk spel. Het was echt heel leuk. En nu ga ik stoppen met praten. Die laatste dingetjes in de droger doen. Want ik had ook nog hier een was. En dan moet ik hierna echt gaan stoppen met alles drogen. Maar het is eventjes heel chill om een droger te hebben, zeg. Vooral als iemand is blijven logeren. Dat je even, weet je, die heeft dan handdoeken gebruikt, onderlaken, beddengoed, kussenhoes. Dat je dat even lekker makkelijk weg kan werken. Dus ik ben wel blij dat ik dat vandaag allemaal lekker heb gedaan. In die zin heb je wel ook echt tijd voor jezelf nodig om dat soort dingen lekker te kunnen doen. Ik hoop dat de droger niet te veel herrie maakt voor de nacht. De beddengoedstand vind ik dus wel chill, want tot nu toe, ja, oh, weer het filter reinigen. Oh, nee, dat doe ik morgen wel. Ik reinig hem tot nu toe wel steeds. Deze beddengoedstand vind ik chill. Want hij droogt eigenlijk heel goed, behalve dat het nu erin zat. Dit is allemaal droog, maar dat ga ik niet nu doen. Want ik ben echt zo'n ADHD'er die dus nu alle was gaat opvouwen. Zo, nee, ik moet nu mijn make-up afhalen. Bed opmaken. Oorbellen uit. Lekker gaan slapen. Het is zo leuk. Kijk, dat zijn natuurlijk niet mijn vriendinnen, maar de vriendinnen van Ro. Maar die ken ik inmiddels ook al meer dan 10 jaar, weet je wel. Ik ken Ro dus sinds ik 16, dus al 15 jaar. Gewoon mijn halve leven. Zij is echt mijn liefje. Zo leuk. Maar eigenlijk is het dan zo leuk om ook met die vriendinnen bevriend te zijn. Of in ieder geval als je elkaar ziet op de feestjes. Zo gezellig. En ik heb natuurlijk mijn robotstofzuiger. Maar hij moest helemaal opladen. Dus hij heeft nog niet het rondje perfect gedaan. Dus ik ga hem morgen weer lekker aanzetten. Ik had echt een goed dagje. Ik bedoel, Nicole was er vanochtend gewoon nog. En ik heb allemaal lekkere dingen gedaan. Mijn huis is netjes. Ik ben helemaal happy. Happy. Goedemorgen jongens. Oh, de robot staat aan. Maar even, ik vind dit zo bizar. Kijk wat er uit een droger komt. Je moet echt niet te veel dingen erin doen, want je kleren gaan gewoon kapot. Kijk dit. Oh, dit is de ergste ooit. Oh mijn god, dit is van 2 sessies. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Oh. Dit is toch... Nou, hebben jullie dit ook? Dit is toch niet normaal? Dit is wel de ergste die ik ooit heb gehad nu ik het aan het vloggen ben. Bizar. Hoe kan dit? Leg het mij uit. Dat het zoveel is. Oké, haargas. Ik ben een beetje aan het treuzelen. De robot staat weer aan.
De tank was nu al helemaal leeg en vol met vies water. Bizar. Echt lekker, even alles schoon. Ik ga snel naar de sportschool, want over een uur gaat het heel dicht. Shakey mee. Dat is mijn ontbijt. En go. Het sporten was echt heerlijk. Maar ik heb besloten dat ik heel even ga meal preppen. Misschien niet per se, misschien hele gerechten, maar ik ben bijvoorbeeld even wat rauwkost fijn aan het snijden. Ga ik dat in een bakje doen, dat je wat makkelijke salade kan maken. Ik heb heel veel tomaten, dus ik dacht misschien ga ik even een tomatensoep maken en die invriezen. Vind ik echt zo'n lekker dagje ervoor. Helemaal gemotiveerd ook om lekker gezond te zijn. Het voelt echt van morgen ga ik weer werken. En dan gaat het echt beginnen, mijn eigen leven. Weet je, het was nu even anderhalve week snoepweekje, ook heel veel sociale afspraken. En nu gaat het leven weer echt beginnen. In mijn eentje. Ik heb natuurlijk super veel contact met H. En we zijn dingen gewoon nog aan het uitzoeken voor onszelf. Met elkaar. Maar we zijn ook heel erg lekker ons eigen leven aan het leiden. Dat vind ik echt super goed. En ik geniet er echt van. Maar dat helemaal dat je denkt, oh ja, ik moet soep opmaken nog. Denk ik nog wat. Kant en klaar. Want toen was ik heel erg van, ja, ik ga zorgen dat ik gewoon niet ga bestellen. Dus ik ga ook gewoon kant en klare dingen in huis halen. Maar nu heb ik echt iets van, dat komt ook door die docu die ik heb gekregen. Ik wil gewoon zelf dingen maken, weet je wel. Dus ga dan lekker een middagje meal prep inderdaad. Maar nog steeds vind ik het ook goed om dingen in huis te hebben voor als je niet wil koken en dat je niet gaat bestellen hoor. Daar ben ik ook echt een voorstander van. Maar ik heb dus lekker van die bakjes gevuld met rauwkost. Nu ben ik lekker aan het opruimen. Ik weet alleen dus niet waar mijn staafmixer is. Dus dat is wel, of ik moet de soep zo ontzettend lang laten staan dat die gewoon helemaal uit elkaar valt. En dan kan ik het misschien pureren of zo. Maar ik heb de staafmixer volgens mij wel meegenomen. Of ik dacht, nee, dat vind ik zielig voor haar, laat hem wel daar. Dat was het denk ik. Ik weet het niet meer. Want ik al zoveel spullen waren van mij, dus ik nam al zoveel mee. Ik heb wel rugpijn gekregen van het sporten, want ik heb heel erg mijn rug getraind. Maar mijn rug begint wel minder klachten te krijgen. En ik denk echt dat het komt. Met sporten eerst gaat het pijn doen en uiteindelijk wordt je rug sterker. Lekker hoor. Dit is dus mijn tomatensoep waarvan ik het recept al 1000 keer gedeeld heb. Maar alsnog, als ik weer ooit babbelhap ga opnemen, wat ik wel denk, moet ik dit recept ook een keer doen. Dat mensen dit ook lekker makkelijk kunnen terugvinden. Heerlijk. Ook echt lekker van die nieuwe pannen. Brandt totaal niet aan of zo. Je ziet, het wordt al steeds vochtiger. Ik heb er nog geen water bij gedaan, dus ik laat het gewoon lekker heel lang pruttelen. Ik heb nu dus geen zin om deze te eten, maar ja, deze moet vandaag op. Ik ga het echt niet weggooien. Zoveel minder gezond dit. Oeh, mooie nagel. Eieren opmaken. Ik las op internet dat het handig is om het in een steelpannetje te doen. Nou, inderdaad. Ik heb er bos uit, bieslook en peterselie. Zoutpeper en een beetje paprika poeder in. Lekker roereitje. En dit soepje is hartstikke lekker. Die veggie moest. En dit is mijn avondeten. En dit loopt echt heerlijk te pruttelen. Ik ga er geen water bij doen. Ik ga het gewoon dat een soort van saus maken en dat dan invriezen. Dan kan je er altijd water bij doen om er soep van te maken. Dit is echt top om in je vriezer te hebben, zeg. Kijk, als je dit allemaal prept, het is super handig. Pak gewoon even lekker een handje van die komkommertjes die ik heb gesneden. Nou, doe ik dat lekker voor morgen vast in een bakkie. Hoppa. Lekker hoor. En dit hoort ook bij goed voor jezelf zorgen. Lekker een theetje maken. Ja, ja. Lucht bij het leeg laten lopen. Oh, het gaat wel makkelijk. Hij hoeft niet helemaal leeg, als hij maar in mijn bed past. In mijn opberg. Oh, zo makkelijk gaat het nou ook weer niet. Geen kampeerder, jongens. Wow, stel je zou het helemaal leeg moeten krijgen om in die zak te kunnen doen. Het duurt toch veel te lang. Ik dacht, ik koop het beste lucht met dat er is, maar tot nu toe vind ik het nog niet echt fantastisch. Qua gebruiksvriendelijkheid. Dit past niet in mijn bed nu. Maar net liet ik hem dus open en toen ging ik daarna weer volzuigen. Het moet niet op open, want op deflate. Kijk, dit duurt wel even. Het moet daarin. Dit is dus mijn opbergruimte van mijn Bruno bed. Het is echt ideaal. Kijk, heel veel ruimte en dan aan beide kanten. Maar deze moet echt nog kleiner. Nou, dat is nog niet gelukt, maar wat wel gaat lukken is dat ik mijn soep... Jeetje, dit ziet er toch echt zo lekker uit. Ik ga blenden. Ik heb mijn blender.
Het ziet er zo goed uit als je het echt even lang laat intrekken. Wauw. Spannend. Ja. Ja. Het ziet er toch echt fantastisch uit. Kijk nou. Ik wou trouwens tv kijken, maar ik ben vooral aan het editen, want ik werk dus 3 dagen. Dus dan kom ik weer in de knoei met me dat ik mijn vlog donderdag moet uploaden. Dat vind ik heel slim, want soep is altijd handig om in huis te hebben. Om lekker even uit de vriezer te halen. Ik heb volgens mij nog nooit soep ingevroren, maar ik weet dat het ideaal is. En dan vind ik het voor deze week vlog wel weer mooi, want het is ook over 2 uurtjes of minder is dan bedtijd. Dus ik ga hem afsluiten. Ik hoop dat jullie hem heel leuk vonden. Volgens mij ging het helemaal niet over verhuizen meer, maar ik hoop heel erg dat je mijn vlogs, ook als ik niet aan het verhuizen ben, leuk vindt. En dat je reageert en duimpje omhoog doet en me op Insta volgt. En ja, doe dat zeker. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer.